Thuis heb ik nog een mp3 waarop ik sta met gasten die samen aan het rappen zijn. Eén bitch, een dj en een ho, je hoort mij roepen, ey yo yo, het is waar ik begonnen ben. Die tijd, ik weet nog hoe het was, moslimmeisjes in de klas, de ringtoons zoemden rond als bijen. Jointje roken op het plein, graffiti spuiten op een trein, een lijntje kook onveilig vrijen. En op de laptop van mijn vader zag ik de pornofaaltjes staan. Ik was een kind en wist niet beter en klikte niets vermoedend aan. Wat leefden ze eenvoudig toen met iPods, botox, weinig poen, slagerij, Achmed van der Ven. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, alles werd gedigitaliseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven was, met geer en goor en dubbel glas en elke avond goede tijden. 2 auto's lekker voor de deur en 's ochtends met een goed humeur weer in de file rijden. En op de laptop van mijn vader zag ik mijn klasgenootjes staan. Ik was een kind en zag nooit eerder dat vaders plasser kon gaan staan. De hangjeugd hangt wat bij elkaar en slaat de jaren in elkaar en joelt wat mee op housemuziek. Ik weet, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me toch wat agressief. Ik heb hun vaders nog gekend, ze rapten mee met 50 cent. Ik zag hun moeders paaldansen. Die tijd van toen die is voorbij en al wat bleef voor mij is een mp3 en herinneringen. En op het strafblad van mijn vader zag ik de kinderporno staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat een taakstraf zou volstaan.